hele goede middag. Welkom vanuit de Grolsvesten in Enschede, waar de spelers staan opgesteld voor een minuut stilte ter nagedachtenis aan oudspeler Patrick Bos. Afgelopen vrijdag plotseling overleden op 47-jarige leeftijd. En ook Benny Snippert is vorig weekend overleden. Oud materiaalman en werkzaam in de sponsorhome van FC Twente. Van Peppe, opgejaagd door Brama, ten voorde. Wisgerof heeft een voorsprong ten opzichte van Meijers. Maar de bal blijft binnen, goed werk dus van Meijers. Niet helemaal goed ingeschat door Wisgerof, die dit wel goed doet. Maar dan inlevert. Bij Schet. Paasje er tussendoor. En het schot van Meijers, Bosker laat hem los. En dan komt hier de kans voor Schet. Het blok van Tindalli en dan weggehaald door Wisgerof. Maar het optreden van Bosker toch niet al te best daar. Ver. Rosales. Chatli. Heel veel vrijheid. Tindalli. Aardig schot van de linksback. Dwight Tindalli. Chatli. Hij heeft zijn positie op de linkerflank verlaten. Jansen. Rosales. Jansen ligt op snelheid. Zoet. Ruim op tijd de keeper. De Jong, Jansen, ver. Chatli, opgevangen door Martina. Voorzet richting Willem Jansen. Nog eens Jansen. Maar dan komt hij net niet helemaal lekker uit. En was de hoek bovendien erg lastig. Uitstekend werk van ten voorde. De bal prima klaargelegd voor Meijers. Braber is ook mee. Doet Meijers het zelf? Ja. Maar niet al te best. Hier gaat Chatli. Geen buitenspel. De Jong voor de goal. Daar is ook Landsaat. Zo kan het. Dus ook 1-0 voor Twente zijn. Het is het gevaarlijkste moment van de thuisploeg. De voorzet misschien een fractie te scherp van Nasser Chatli. Landsaat staat helemaal vrij. Maar kan toch niet vol zijn hoofd tegen de bal krijgen. Geen buitenspel De Jong. Goed meegenomen. Dan wordt hij natuurlijk wel even vastgehouden door Van Mosselveld. De scheidsrechter vindt van niet. En ik kan me de boosheid voorstellen bij Luc De Jong. Want de manier waarop De Jong hier wegdraait zorgt ervoor dat Van Mosselveld nooit meer bij de bal kan komen. En dan houdt Van Mosselveld vast. Reuseler. Moest eigenlijk misschien nog wel wat sneller openen richting Tindalli. Chatli. De Jong biedt zich op het juiste moment aan. Overname RKC met Drost. Overname is van korte duur. Ver. Aangetikt door Stans. Luc De Jong. De bal springt van de knie bij Ver. Stans zoekt een uitweg, vindt hem niet. Overname Ver. Chatli, Chatli. Ruimte te beperkt om tot een goed schot te komen. En dan glijdt De Jong weg en zit de aanval van FC Twente erop. Het zoveelste voorbeeld vanmiddag dat het rommelig is. Rosales.
Vrije trap, overtreding van Peppe. Shirtje trekken bij Rosales. Qua lengte heeft Twente niet veel ingeleverd met het vertrek van Douglas halverwege. Reusler ook boomlang. Hij kiest positie bij de tweede paal, maar hier is Chatley. En nog een Zoet. Twee geweldige reddingen van de keeper van RKC, Jeroen Zoet. Dus blijft het 0-0 in Enschede. Enorme kans voor Chatley om FC Twente toch op voorsprong te koppen. Maar tot twee keer toe Jeroen Zoet en dan nog Drost net voor de doellijn. De Jong. Chatley met Martina. Natuurlijk naar zijn rechterbeen. Hier de ruimte voor De Jong. Weer ligt Duits in de weg. Red RKC het vandaag niet, dan is het de laatste wedstrijd voor Ruud Brood als trainer van RKC volgend seizoen. Roda. Reusler. Bij toeval De Jong. Rosales. De Jong wil hem terug. Krijgt hem perfect in de loop en schiet de bal dan eigenlijk vrij simpel in de handen bij Zoet. Landsaat. Verhoek raakt volgens mij flink Sander Duits. Geel voor Verhoek. Het is de laatste actie geweest in deze wedstrijd van Duits. Alakmak dus de vervanger van Duits. Duits gaat vloekend naar de bank daar. Kan RKC nog wat? Daar zit de pijn. Net boven de enkel bij Sander Duits. Eerste actie van Alakmak. Alakmak. En hij maakt hem. En hoe? Wat een prachtige goal voor RKC. Het is zowaar zijn eerste balcontact. En de gebalde vuist bij Brood. Want RKC staat met 1-0 voor in Enschede. Is dit het doelpunt dat RKC tot in de finale van de play-offs brengt? Zijn eerste actie. Het is een goede dribbelaar. En hij heeft ook een goed schot, want dat laat hij hier zien. Bosker kan er alleen maar naar kijken. RKC staat met 1-0 voor op bezoek bij FC Twente. De Jong knap verlengd tot bij Ver. Ver, Zoet. Toch een van de uitblinkers vanmiddag. De keeper van RKC Waalwijk, Jeroen Zoet. Uitgeroepen dus tot man van de wedstrijd. Door u thuis, Jeroen Zoet. Onlangs die geweldige treffer van Alakmak. Hier gaat hij weer. Aardig voor ten voorde met de punt van de schoen, Bosker. Bijna is het 2-0 voor RKC. Witte zakdoekjes zelfs op de tribune. Twente was dus al verzekerd van Europees voetbal via het fair play ticket. En dat betekent dat FC Twente bijzonder vroeg al aan de Europa League voorrondes zou moeten gaan beginnen. Nog één keer heeft Twente de bal. Maar de tijd zit er zo goed als op. Van Peppe. Gaat nog maar eens op avontuur, Art van Peppe, de aanvoerder. En nu gaat de scheidsrechter affluiten. Ja, het is gebeurd hier in Enschede. RKC plaatst zich voor de finale van de play-offs ten koste van FC Twente. Wat een verrassing hier in de Grolsvesten in Enschede. Hij is de gevierde man, Furkan Alakmak. Het seizoen van RKC duurt nog twee wedstrijden langer. Want RKC speelt donderdag en zondag de finale van de play-offs tegen Vitesse. Een sensatie is het. En voor FC Twente, dat al zo'n teleurstellend seizoen kende, zit het er na 54 wedstrijden op